En dan nu? Hallo kijkers, het speelgoed van de eeuw blijft natuurlijk de potlood en het blanco papiertje. Maar dat terzijde. De zomervakantie komt eraan en daarom heb ik nog een paar gezellige culturele tips voor u voor het geval dat u zich zou gaan vervelen. U kunt natuurlijk naar herhalingen gaan kijken op de televisie, maar dat kunt u ook al via uitzending gemist. U kunt ook gezellig uw cd's weer eens op volgorde gaan zetten. En u kunt ook gezellig door de stad gaan wandelen in een doorlopende meute mensen vanwege de crowd control. En omdat u zo graag 5 gulden wilt betalen voor een plastic bekertje bier. Maar u kunt ook heel gezellig met vrienden en familie naar een museum in deze stad of in een andere stad of zelfs in een ander land bijvoorbeeld. Als u een paar dagen heeft en u verveelt zich, ga dan naar de Documenta in Kassel. De grootste tentoonstelling van de wereld met werkelijk prachtige beelden en ideeën over hoe we met z'n allen de wereld in de vernieling inhelpen en ook weer beter zouden kunnen maken. U ziet een paar hoogtepunten op de achtergrond voorbij komen. Dichter bij huis kan ik u deze toptip geven. Stel u verveelt zich zondagmiddag 15 juli, dan gaat u naar de Stevenskerk, alwaar de zomerexpositie met als ondertitel Ter lering en vermaak plaatsvindt. En dan zorgt u dat u daar om 2:30 bent, want dan vindt daar de performance plaats, getiteld De waterstanden van hedenmorgen 9:30. Live leest Clem Bongers daar de actuele waterstanden voor van dat moment. Na het bekijken van de performance en het luisteren daarvan ook, kunt u natuurlijk alle andere kunsten in de kerk daar ook gaan bekijken en gaat u ouder en wijzer de kerk weer uit. Ik wens u veel plezier. Bedankt voor het kijken en tot ziens in september. Ben ik weer vergeten om te vertellen dat ik 22 juli die leuke lezing over dat lucifertafeltje ga doen in Stevenskerk om 2:00 middags. Nou, dat komt dan nog wel. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de VASIM.